Lang, lang geleden waren er eens twee volkeren die nergens bang voor waren, maar elkaar niet zo mochten. Op een dag kwam de vulkaan die tussen de twee volkeren lag, met een enorme knal tot uitbarsting. De lava verwoestte het halve land en de volkeren werden erg bang. Ze durfden niets meer. Samen gingen ze op de andere helft van het land wonen. Door de uitbarsting kwam een zeldzame steen aan de oppervlakte. Hij gloeide telkens op, maar niemand wist waarom. Met de bange volkeren ging het beter en beter. Ze schilderden, timmerden, bakten hun lievelingskoekjes en maakten er een knusse boel van. De energie van de steen deed het land terug opbloeien. Maar hoe leuker ze het samen hadden, hoe minder energie er vrij kwam uit de steen. Ze onderzochten de zeldzame steen. Zo ontdekten ze dat de energie geproduceerd werd door angst. Ze bedachten een plan om angst te creëren. Ze zorgden ervoor dat de buitenkant van hun zachte landje erg donker en beangstigend was. Niemand durfde binnengaan, uit angst voor het donker. Dat voedde dan weer de geheimzinnige steen, zodat die energie bleef maken. Zo leefden de twee volkeren nog lang en gelukkig samen in harmonie.